صفة الوضوء. De wijze van de rituele wassing. ينوي بقلبه. Men neemt daarvoor de intentie. يسمي يقول بسم الله. En zegt vervolgens بسم الله. ثم يستحب له أن يغسل الكفين. Vervolgens is aanbevolen om zijn handen te wassen. ثم يأخذ حفنة من ماء بيده اليمنى. En neemt vervolgens water met zijn rechterhand. يدخل الماء في فيه. Hij neemt het water op in zijn mond. يسحب الماء بمنخريه. En snuift het op met zijn neus. ثم يدير الماء في فيه. En hij spoelt zijn mond met water van het water gaat van de wang naar wang. يخرج الماء من فيه. En gooit het er weer uit. يستنثر مع استعمال اليد اليسرى. En bij het opsnuiven van het water en het snuiten. Snuiten doe je met links. Het opnemen, het opsnuiven doe je met rechts. Vervolgens wast men zijn gezicht. Ja, de grenzen van het gezicht zijn vanaf de kin, onderkant van de kin, tot aan het haar van op het voorhoofd, dus waar het haar van het hoofd zeg maar begint of eindigt, en van oorlel of oorpunt tot oor. Horizontaal. Vervolgens wast men zijn rechterarm van de vingertoppen tot en met de elleboog. Het is niet voldoende om alleen de elleboog te wassen tot en met de polsen, maar de gehele arm. Men begint uiteraard met rechts en vervolgens met links. مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. Dat doet men één keer of twee keer of drie keer. الأعضاء كلها مرة أو مرتين أو ثلاث مرات إلا الرأس مرة واحدة. Ja. Alle ledematen die gewassen dienen te worden tijdens de wudu, die wast men één of twee of drie keer. Behalve het hoofd en de oren, die was je maar ten alle tijden maar één keer. Dus nooit twee of drie keer. ثم يمسح الرأس. Dus vervolgens, na de ellebogen te hebben gewassen, veegt men over zijn hoofd van voor. Naar achter. Ja, dus je gaat van voor je hoofd tot je achterhoofd, waar je haren eindigen, aan je achterhoofd, en dan ga je ook weer terug. Ja, je stopt zijn wijsvingers in zijn oren. En met zijn duimen veegt hij de achterkant van zijn oren. Vervolgens wast men zijn rechtervoet en neemt men zijn enkels daarin mee in zijn hak. En dan begint men ook weer eerst met rechts en vervolgens links. En men dient geen water te verspillen, maar met weinig water te doen. Men wast geen de bovenkant van de enkels, tot aan de knie wast men niet. Dus geen scheenbenen. En ook niet de nek. En ook niet de wat voorbij de ellebogen gaat, tussen de ellebogen en de schouders in. Als men klaar is met de wudu, dan sluit men dit af met de bekende smeekbeden. En daarmee is men aan het einde gekomen van de rituele wassing. Nou.